een belangrijke dag voor de skaters uit Bussum. De gemeente van Bussum heeft deze boys gevraagd of zij een nieuwe halfpipe willen hebben. Maar deze skaters willen liever een gloednieuw skatepark aan de Saituurbaan. Vandaag sta ik voor het gemeentehuis waar deze boys hun idee en visie voor het nieuwe skatepark gaan presenteren. Een halfpipe is erg eentonig. Je kan maar één ding doen en in een streetpark heb je meerdere obstakels, meer ruimte en dat is veel leuker voor ons. Een halfpipe is meer een beetje van vroeger. Daar kunnen wij niet heel veel dingen op. We kunnen meer in een streetpark. Hey, ik ben Nick Dekker, ik ben 16 en ik ben een skater uit Bussum. Het nieuwe skatepark, dat heeft dan leukere objecten om te skaten. Ook meer uitdaging en meer variatie. Wij hopen dat we het huidige skatepark mogen vernieuwen. 8 uur was het dan zover. Zenuwachtig, maar vol enthousiasme presenteerden zij dit idee aan de ambtenaren in het gemeentehuis. De conclusie is, geld investeren in een halfpipe is weggegooid geld. Dan komen er geen skaters op af. Het levert eigenlijk helemaal niks op voor skaters. Ja? Mensen die willen sporten. De jongens brachten hun mening duidelijk naar voren. Zij willen een skatepark en geen halfpipe. De gemeente ging het inderdaad om een renovatie van een halfpipe. Maar ik vind het hartstikke fijn dat vanuit jongeren van Bussum komt dat ze dat eigenlijk liever niet hebben. En kijk, ik kan wel achter mijn bureautje kan ik dan zeggen van nee, er komt een halfpipe. Maar als die niet gebruikt wordt, dan hebben we er ook niks aan. En dan is het zoals wat jullie zelf zeiden, dan is het weggegooid geld. Dus ja, ik vind het heel goed dat jullie deze input geven. Ik ben er nu mee aan de slag en ik neem jullie ideeën mee en ook de uitkomst van de enquête. Nou, wellicht dat we nog op werkbezoek gaan, ook met de jongeren uit Bussum. En dan ga ik een concept ontwerp maken. En dat gaan we dan aan de buurt gaan we dat, laten zien. Dus ook de buurtbewoners, want ja, daar gaat ook iets voor hun deur veranderen. Dus die gaan we er ook bij betrekken. En de jongeren uiteraard weer. En dan laten we het conceptontwerp zien en dan kunnen de jongeren daar weer op reageren. De reactie van het publiek was super positief. En de jongens, die vonden het een geslaagde avond.